Vandaag in de Rotterdamse gemeenteraad een uitgebreid debat over de problemen met de informatievoorziening bij de brand bij Esso eerder deze week. Daar is enorm geblunderd in de manier waarop er met NL Alerts is omgegaan. Bij het meest recente incident rond Esso lag op het moment dat de informatie richting bewoners verstrekt moest worden, de site Rijnmond Veilig volledig plat. En dat is met name het feit dat Rijnmond Veilig, wat een hele belangrijke site is om informatie over calamiteiten te verstrekken, dat die uitgevallen was. Er was zoveel vraag naar informatie dat de capaciteit van 416 inloggers per seconde werd overschreden. De bedoeling was dat dan overgeschakeld had moeten zijn op andere hulpservers om meer capaciteit bij te schakelen. Dat is niet gebeurd. Dus dat trek je mij aan en daar gaan we naar kijken om te bezien hoe wij de capaciteit de komende periode verder zouden kunnen verhogen. Er zijn natuurlijk gelukkig ook nog andere kanalen, bijvoorbeeld RTV Rijnmond. En dat hebben we vandaag dan ook gevraagd in een debat. Van heel veel Rotterdammers, Rijnmonders geven aan bij calamiteiten zich toch tot die zender te richten. Die moet ze eigenlijk doorverwijzen naar rijnmondveilig.nl. Kan dat niet anders? Kunnen we niet bijvoorbeeld weer van RTV Rijnmond een echte calamiteitenzender maken?